naar school stopt een hele vreemde auto. Oké, mannen, we zijn nu bij de school en de meiden zijn. Geef even de gegevens van de meiden allemaal. Dit heb ik allemaal van internet afgehaald. Burberry tas, 200 euro. Echt dom dat allemaal op internet te zetten. Nu weten we allemaal hun gegevens. Kijk, de agenda van Eline. Op donderdag 17 oktober, dus vandaag, hebben ze gym. Zijn we er klaar voor? Ja! Oké, we gaan! In de kleedkamer weten de meiden nog van niks. Ik ben 4 weken naar Amerika geweest in de zomervakantie. Ja, ik ben met mezelf op vakantie geweest. Dat is superleuk. Ik ga nog even naar de wc. Jullie maken het goed. Ja, oké. En ik kreeg nog gewoon 25% korting. Oh, ja. Wie zijn jullie? Wie zijn jullie? Wat doen jullie hier? Sade, je bent hier nu met die Burberry tas. Hoe weten jullie mijn naam? Ja, al jullie gegevens staan gewoon op het internet hoor. En ja, nu gaan jullie allemaal mee en gaan we allemaal lekker van zijn in je pand. Maar ik wil niet mee! Nee! Ik wil niet mee! Op hetzelfde moment sprak de directeur van de school met de leerkrachten. Goed dat jullie allemaal konden komen. Ik zou graag het hebben over de studiedag van 22 oktober. Ze zijn er. Er komen 4 mannen binnen. Eline, Sade, Eva en Jasmin. Ze hebben ze meegenomen. Ik zie hier een berichtje. We moeten allemaal in verband met een ontvoering om 11 uur naar het digibord kijken in de groep 8. Hé, hey, wat? Jeetje. Nee. In het lokaal van groep 8 van de arcade waren de kinderen van groep 8 en de ouders verzameld. Waarom doen ze dit? Waarom alleen maar voor het geld? Ze kunnen toch ook met het werken verdienen? Ja, dat is echt vreselijk. Ja, echt heel erg vreselijk. Waarvoor moeten ze onze kinderen per se hebben? Nee, ik niet. Is het al 11 uur? Ik weet het niet. Ik ga 11:02. Waar is de directeur? We hebben helaas, moet ik u mededelen, dat 4 van onze leerlingen zijn ontvoerd. Het is een vreselijk voorval en we weten niet waarom. Als het goed is, krijgen we om 11 uur precies een boodschap of een teken van leven van deze 4 vermiste leerlingen. Wij adviseren van de politie om rustig en kalm te blijven. Tenminste, er gebeurt wat. Mama. Help mama! Mama, help! Help! Mama, help! Help Eva. Jasmin. Maar wij is 1 miljoen euro en die hebben we voor 2 uur vanmiddag nodig. 1 miljoen euro? Waar moet ik dat dan nou zo snel vandaan? Waarom heb ik niet in mijn zak zitten hoor? Nee, ik ook niet. Moet ik eerst even naar de bank gaan? En als we dat geld niet hebben voor 2 uur, dan gaan die mooie kinderen naar kinderslaven. En dan in China. Dat kan toch niet? Ze verkopen als kindslaven? Dat is tegen alle internationale wetten en rechten. Nou, het is afgelopen en dit is duidelijk een hele serieuze zaak. Heeft iemand misschien wat gehoord of gezien? Ja, ik dacht dat ik net een motortje van een boot hoorde. Dus ik denk dat ze op het water zijn. Volgens mij zag ik net uit de zak van een van de boeven iets met een sleutel met de naam van... Josephine. Josephine, dat was toch ook die zaak in Amsterdam? Ja, volgens mij wel. Ik zal de waterpolitie wel eens gelijk. Jongens, we weten dat de boot Josephine. Dit is toch vreselijk. De waterpolitie kwam gelijk in actie. Kom, naar de knalweg. Zouden ze op tijd zijn? Want de kidnappers zijn nu bij hun boot, klaar om weg te varen. De rechercheurs waren gelukkig niet ver achter hun. De politie had goed werk verricht. Een van de kidnappers was een hele lang gezochte kinderdief. Hij ontvoerde kinderen voor geld of verkocht ze door als slaaf. En de kinderen? Zij konden weer veilig terug naar hun ouders. Je leeft nog.